ik ben Matthias, 29 jaar, ex-Mr. Gay Belgium 2019 en op dit moment woordvoerder bij Weljong. Mijn droom is eigenlijk, ja, het situeert zich in de sport, dat ik zelf voetbal speel. Is en blijft dat gewoon een heel moeilijk gegeven, een heel moeilijke wereld. Ik weet dat er heel veel jongens zijn die wel graag voetballen, maar ook op jongens vallen. En dan is dat heel moeilijk om die beiden te combineren. Bij mij is dat wel gelukt en lukt dat heel goed. En het is ook van daaruit dat ik een beetje een voorbeeld wil zijn. En wil proberen om samen met de Pro League en de Voetbalbond eigenlijk aan een veilig klimaat te werken. Dat als de jongens er zelf klaar voor zijn, dat ze wel de stap kunnen en durven zetten om uit de kast te komen. Ik had toen dat ik 20 jaar was of 19 jaar een reportage gezien van een Amerikaanse voetballer die dan uit de kast gekomen was na zijn carrière. Die ook vertelde hoe moeilijk dat was geweest en zo. En toen had ik zoiets van, ik wil nu nog niet stoppen met voetballen, maar ik wil ook niet heel mijn leven... Ik vond dat dan liegen tegen je beste vrienden en familie. Dus voor mij was dat dan zo op een gegeven moment, ik voel mij wel veilig om het te vertellen. En ik denk dat het milieu moet zijn dat gecreëerd moet worden, omdat dat dan wel een pak makkelijker is om jezelf te zijn. Om jezelf te durven zijn en om te tonen wie dat je bent. En om de nadruk te leggen op... het kan ook heel... De realiteit is gewoon als er iemand met iets struggelt, dan presteert hij minder. Zowel op het werk als in alles wat je doet. Dat de nadruk daarop ook gewoon moet liggen. Als een speler zich veel beter voelt, dat de prestaties ook omhoog gaan. Enerzijds ben ik heel blij dat die er zijn en dat die een veilig klimaat creëren voor LGBTQ+ sporters. Dat die toch, als ze zich niet veilig voelen in een algemene sportclub, dat die naar daar kunnen gaan en toch nog kunnen sporten. Maar langs de andere kant vind ik dat we in een samenleving zijn waar iedereen met iedereen moet kunnen sporten. Ik ben een grotere voorstander dat iedereen gewoon door elkaar leeft. Ik denk dat inderdaad, dat is misschien mijn ultieme droom in de samenleving, dat iedereen gewoon leert omgaan met zich, met een ander, hoe dat die is. En dat je geen aparte hokjes creëert waar iemand zich veilig moet voelen. Wat wel heel belangrijk is, hè, en daar zijn we nog lang niet. Maar in principe zou het niet hoeven.